Beste zendingsvrienden en vriendinnen, jongeren en ook kinderen. Wat fijn om jullie hier vanmorgen allemaal weer te zien. Er is vandaag weer een zendingsdag waar we allemaal naartoe kunnen. En hoe ben je gekomen? Met bewogenheid natuurlijk. Bewogen met mensen die het evangelie niet kennen. Bewogenheid, die hebben we. Anders waren we hier toch niet? Wat is dat eigenlijk, bewogenheid? De prinses van Egypte is met barmhartigheid bewogen over het jongetje dat ze in het biezenmandje vindt. Ze is ontroerd en ze voelt zorg met dat jonge leven dat in doodsgevaar is. En ze neemt verantwoordelijkheid. Hij wordt haar eigen zoon. Mozes zal hij heten. Veel dieper is de Heer Jezus innerlijk met ontferming bewogen over vermoeide mensen, over de scharen, over zieke mensen die om hulp vragen. Hij onderstreept en hij tekent Gods bewogenheid uit in wonderen en gelijkenissen, zoals die van de vader en de verloren zoon. De vader die met ontferming bewogen is over zijn jongen. Bewogenheid betekent dat je persoonlijk van binnen in je hart, in heel je hart, ontferming en verantwoordelijkheid ervaart voor anderen die in nood zijn, zeker die in geestelijke nood zijn. Je wordt actief, er moet iets gebeuren. De nood van de mensen drukt je. Zeker de geestelijke nood. Voor die nood bid je. Daar leef je mee. Daarvoor ga je naar de zendingsdag. Daarvoor geef je vandaag. Je geeft tijd. Want we hebben het allemaal zo druk. Maar nu zitten we hier. Je geeft geld. Ook vandaag. Zo dadelijk. Er is één collecte. Je geeft aandacht, want we luisteren vandaag met belangstelling. En misschien geef je ook wel jezelf. Dat mag ook. Werk heden in mijn wijngaard. Er sterven namelijk elke dag mensen die nooit gehoord hebben van de Heer Jezus, de zaligmaker. En dat zijn ook mensen die zich levenslang hebben afgevraagd, bestaat God? En wie is Hij dan? Andere mensen vragen zich niets af. Zij leven hun leven en ze sterven. Dat kun je toch niet onbewogen aanzien? Er zijn mensen die het leven verlieten met de dringende vraag op hun lippen: wat ligt er toch achter dat gordijn van de dood? Maar ze hebben niet op tijd de boodschap van het evangelie gehoord. En ze zijn afgereisd. Vreselijk. Dat schrijnt, dat doet pijn. Als je bewogen bent, dan bezetten vacatures je. Voor de zending. Evangelisten, zendingspredikanten, voor werkers in gesloten gebieden. Gods woord, het evangelie van de zaligmaker voor verloren zondaren, dat moet uitgedragen, verkondigd, geproclameerd, voorgeleefd, onderwezen, gezaaid worden. Geen mens kan toch zonder verzoening, verlossing, genade van de zaligmaker, dan moet ieder het toch zeker gehoord hebben. Waar je hart voor klopt, daar geef je voor. Je tijd, je geld,
jezelf, je leven, toch? Met bewogenheid. Ik proef iets van die bewogenheid als ik spreek met PZC-leden die de draad weer opgepakt hebben. Bij gemeenteleden tijdens een avond over de zending of bij een fietstocht voor de zending. Bij vrijwilligers, bij een bezoek in de kringloopwinkel. Bij een vrouwen- of een jeugdvereniging die een verkoping of een andere activiteit organiseren. Bij een jongen of een meisje of een oudere die trouw Paulus rondbrengt. Adres per adres. En ook wel aanbelt, gemeentelid per gemeentelid en met de zendingsbus. Soms tegenwoordig met de QR-code erop. Jaren geleden sprak ik een oude man bij een regionale avond over zending. Ik noem hem Koos. Koos was door de Heere van jongs af bewogen met zending onder blinde heidenen, zo noemde hij dat. Hij besteedde zijn tijd aan het aanbevelen van de dienst van de Heere, praten over de zending. En hij verzamelde voortdurend middelen voor de zending. Ik zat naast hem en ik luisterde naar hem. Hij was bewogen, ontroerd en hij zei me dat ik dit kleine beetje werk toch mag doen. Voor de Heere. 50 jaar geleden was ik graag uitgezonden. Maar de deur ging niet open. Maar dat vuurtje, meneer, dat is niet uitgeblust. Al die mensen, hè, die niks ervan weten. Ze gaan allemaal verloren als we niets doen. Dat kan toch niet? Elke dag bid ik voor hen. Of het besluit goed geweest is om Koos niet uit te zenden, dat weet ik niet. Dat Koos wist wat bewogenheid is, dat weet ik zeker. Koos kreeg op zijn oude dag een lintje. Voor zijn vrijwilligerswerk voor de zending. Dat lintje is al lang weer ingeleverd toen hij stierf en inging in de heerlijkheid van de Heere. Over weinig zijt ge getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Bewogenheid hebben we niet op zak. Zendingswerkers weten daarvan. Dat er aan hun bewogenheid geknaagd wordt. En dan wordt het zendelingenleven donker en moeilijk. De grond is hard. De levensomstandigheden weerbarstig. Ze zijn uitgegaan met bewogenheid. Dat wel, maar blijf je ook bewogen? Dat valt echt niet mee als er nauwelijks privacy is in je huis. Je ramen letterlijk open zijn omdat er geen glas in zit. Op elk moment mensen aan de deur staan met vragen om hulp of om geld. En wat blijft er over van je bewogenheid als je buren je huis niet bewaakt hebben? Of er misschien zelf de hand in gehad hebben dat er allerlei spullen gestolen zijn? En zou je bewogenheid niet verdampen als je afgeluisterd wordt in je huis? Of als je op pad gaat, altijd iemand meekrijgt, zodat je niet vrij kan spreken vanuit Gods woord tot de mensen? Want het is het dan noodzakelijk om dicht bij de Heere te leven. Dat je terugkeert elke dag weer bij hem. En nog iets. Hij heeft je als zendeling niet voor niets door de kerk vanuit je gemeente laten uitzenden. Je gemeente weet ervan. Ja, de kerk heeft je mandaat, opdracht en bevoegdheid gegeven voor dat zendingswerk dat je mag doen. Je staat er als zendeling echt niet alleen voor. De kerk zond je uit
en is daarmee de stem en de hand van de Heere, de koning van de kerk. Die staat erachter. Die zorgt. Jawel, je roeping kan als zendingswerker zwaar bevochten worden. Zelfs uit zicht raken. Maar het mandaat van de koning vormt een vaste grond. De oude Koos kon niet uitgaan. Dat deed hem tot zijn dood verdriet. Maar Koos leefde dicht bij de koning van de kerk. En hij toonde dat hij tot zijn dienst en lof bereid was. Koos gaf wat hij had. Zijn geld. Zijn tijd. Zichzelf. En zijn leven. Eerst aan de Heere. En toen aan de zending. Met bewogenheid.